Het Fries Museum heeft een bijzondere gouden beker uit de 18e eeuw in handen gekregen. De beker komt van de familie Dorhout, een oude notabelenfamilie uit Leeuwarden. Niet alleen de beker is bijzonder, maar ook het aankoopbewijs dat bewaard is gebleven. Gemaakt ten dienste van de heer burgemeester B. Dornhout door C.Z. Zilversmit. Dat is wel grappig dat hij zich Zilversmit noemt bij een gouden beker. Volgens conservator Marlies Stoter gaat het om een unieke beker waarvan maar weinig bewaard zijn gebleven. De meeste gouden bekers zijn omgesmolten voor de goudprijs. Het maakt de beker een geweldige aanwinst voor de collectie. Nou, de symboliek die erop staat, je ziet hier eigenlijk twee, je ziet hier een hangend, je zou bijna kunnen zeggen een vaandel. Zoals je de muziekvereniging ziet lopen met een stok, met een vaandel, waar dan op staat vereniging, muziekvereniging Wilhelmina. En hier ook, en dat geeft de maker de gelegenheid om tekst die men erop wil hebben hier op te zetten. Dus hier gaat het over het huwelijk tussen Bernardus Dorhout en zijn lieve vrouw. 50 jaar is ook in die tijd een enorme tijd, want wie haalde dat in een tijd waarin besmettelijke ziekte, daar was nog geen kruid tegen gewassen. Dus ze zijn in 1731 getrouwd en dus heel erg blij dat ze dit halen. Vandaar dat hij denk ik zoveel geld uit de kast haalt. De eerste Dorhout die de beker had laten maken wist hoeveel hij waard was, maar latere generaties sprongen er iets minder zorgvuldig mee om. En die beker die stond bij ons thuis en mijn vader ging er niet altijd even zorgvuldig. Er zaten wel sigaren in, kortom, die gouden beker, ja, dat was een gouden beker. Maar toen sprak mijn vader een keer de antiquair Beling, want mijn vader die was bij de Rotary en ging eens een keer bij lunch om die gouden beker te laten zien. Had hij gewoon in zijn regenjaszak. En toen zei die antiquair Beling, ben je nou helemaal gek geworden man, daar moet je verschrikkelijk voorzichtig mee omgaan. Want die is ontzettend veel waard. Mijn vader dacht misschien dat het alleen de goudprijs was, maar de antiquarische waarde die was ongelooflijk veel meer waard. De schattingen over de waarde van de beker lopen uiteen van 100 tot 150.000 euro. De beker wordt nu in bruikleen gegeven aan het museum en die zal het een plek geven in de vaste tentoonstelling over de Friese geschiedenis. Pieter Dorhout is blij dat er vanaf nu weer goed op de beker gepast gaat worden. Ik ben toch wel erg gerustgesteld als ik zie hoe buitengewoon zorgvuldig de mensen hier met die beker omgaan. En ik weet ook zeker dat hij hier in goede handen is. En dat hij ook niet het risico is dat een nazaten op een goed moment zeggen, we gaan hem verpatsen en er een Jaguar voor kopen. Dat wou ik. Die gedachte die beviel mij niet. En ik weet zeker dat ik dat op deze manier heb kunnen voorkomen. In oktober zal de beker voor het eerst te zien zijn in het Fries Museum.